Ik weet niet wat de meerwaarde is van een koppel zijn als het gaat over kunstenaar, individuele kunstenaar zijn. Ja, toch wel wat. Het is een moeilijke situatie maal twee dan ergens. Een moeilijke situatie maal twee. Twee maal precariteit is precariteit tot de tweede macht. Ja, lastig. Lastig. Dat is eigenlijk de betere analogie zou die kunnen zijn met wetenschappelijk onderzoek, waarbij er fondsen zijn die dan vooral in de academische wereld thuis horen. En de gemeenschap draagt die dus. Maar dat je dat dus ook naar de kunsten zou kunnen trekken. Van ja, je hebt nu eenmaal mensen die aan onderzoek doen en die gaan niet per se aan exploitatie doen. En het probleem dat ik zie met het huidige decreet en de neoliberale inslag die dat hoe langer hoe meer heeft, en zo'n Jan Bon staat daar natuurlijk heel hard voor, dat is excellentie en al die reuten met teut, zonder te begrijpen waar excellentie überhaupt vandaan zou moeten komen. Ja, dat is het hele ding wat ik ook wil zeggen. Van de manier waarop er naar resultaten wordt gekeken is ronduit bizar. En gaat ook, denk ik, vrees ik, echt voor een verarming zorgen. Ik stel ook voor dat we allemaal met potjes en pannetjes en keteltjes buiten gaan staan en heel veel lawaai maken om te zien dat we het er niet mee eens zijn. En dan gaan die gekke muzikantjes en kunstenaartjes zeker gehoord worden. Sorry dat ik zo cynisch ben. Maar laten we vooral heel ludieke dingen doen. Die in relatie staan tot de precariteit en het gebrek aan... Ja, aan waar, en anders zoeken we een gezamenlijke andere hobby. Ik zou dat precies doen. Wat denk jij dat we moeten zoeken als hobby? Iets met een roeping, politiek bijvoorbeeld. Dat is toch ook een roeping? Ja.